is altijd een nadeel, hè. De heenweg gaat altijd veel sneller dan de terugweg. Ja, zo voelt dat altijd. Oh ja. Maar er is iets toegevoegd, zie ik, hè? Kleine en grote vijfhuizen bank of wel kleine bank? Ja? Inge? Ja? Inge? Wat? Je had zelf die sleutels bij je, die zitten niet in mijn broekzak, dus haal je hand daar weg. Wat? Nou, agent, vindt u dit normaal? Hou je een beetje en daarvan achter. Dit is een overheidsvoertuig, Inge, dat kan toch niet? De camera draait nog, jongens. Wat is dit? Nou, ik schaam me kapot. Ja, wat denk je van mij? Echt. Het is toch niet meer te geloven, hè? Ik dacht dat we allemaal glit hadden op de basisschool, handjes thuis. Nou, maar... Ja, moet ik het echt hardop zeggen, want ik een beetje voel het kriebelen, denk ik? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik heb wel een beetje respect om dat niet te doen. Besef. Nee, dat gaat echt te ver. Ja, die indruk heb ik gelijk ook, maar goed, het zal wel. Maar ik was het in ieder geval niet. Wouter, heb je hele lange handen? Of armen? Ik heb een camera van 25 kilo vast. Dat zijn niet mijn handen. Ik weet dat Jamie magische handjes hebt. Is handjes, mijn handjes zijn aan het stuur, hoor. Op cruise control staan, denk ik. Beseffen. Ik vind dit hier weer heel heftige beschuldiging, eigenlijk. God. Nee, ja, dat is deduceren wie de dader is, meneer Dagent. Hey, ik had het maar denken dat politie gewoon door rood licht mag rijden. Ja, dat mag inderdaad in bepaalde gevallen. Op camera doen ze dat natuurlijk liever niet, dat snap ik wel. Dat ook, ja, wie doet dat nou op camera? Ik vind het wel jammer dat we de sirene niet even gehoord hebben. Nou meneer, gaat u die niet aanhouden? Die rijdt gewoon door rood. Kerel kan hier rijden, ja. Straks rijbewijs in beslag nemen, ja. Die kan ook weer niet rijden met zijn kutauto. Hé, wat? Nee, nogmaals aan meneer de agent, we zijn wel live, hè? Taalgebruik. Terseert me dus niks, moeten we wel heel erg veel bliepen. Ja, maar dit is in België nog steeds gewoon normaal taalgebruik. Ja! Echt? Oh. Ja! Maar we zijn in Vijfhuizen, niet in België. Zeg me niet, joh! Domme man. Hey. Moet ik je moeder gaan bellen? Zoek haar telefoonnummer hier. Succes ermee. Die staat op het dashboardkastje geplakt, by the way. Wouter, kijk, schrijf hem even over. Dat hoeft niet, dat telefoonnummer heb ik nog wel. Oh, oké. Van gisteravond zeker. Ik heb nog zo tegen Jamie gezegd, maak je niet druk. Was je er daarom niet gisteravond? Klopt. Je zit in waar je de hond ging uitlaten. Ik heb nog zo tegen Jamie gezegd, maak je niet druk, je hoeft me geen papa te doen. Ik wil niet weten wat zij in de slaapkamer doen als hij met een...